En dan, dames en heren, staan we dan weer aan een van de hoogste punten van de Olympische Spelen. De finale van een 200 meter. Een hoogtepunt ook voor ons, Holland speciaal, omdat er twee Nederlanders in starten, namelijk Ozendarp, die de eerste baan heeft, en Van Beveren, die de tweede baan heeft. Alles staat gereed. Op de plaatsen, klaar, af. Dit is een fragment van een radioverslag over de Olympische Spelen in 1936. Sportverslaggever Han Hollander was in zijn tijd al een levende legende. En zo blijkt ook nu weer, 70 jaar na zijn dood. Aan het Waltorenpad in Deventer is een kluwe mensen verzameld. Aan de zijgevel van het geboortehuis van Hollander hangt een herinneringsplaquette. Hollander was naast sportverslaggever ook een van de oprichters van voetbalclub Bequick, het latere Go Ahead. De oude plaquette van Hollander is nu eigendom van die voetbalclub. Leo Schalle staat opgesteld en als een leeuw heeft hij de bal in zijn klauwen. Als ik het zo eens zeggen mag, weer een schot. Weer heeft hij het veilig in zijn handen. Nu een schot van de rechtsbuiten van de Vries. Goed zo, Leo. Hollander deed in 1936, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, verslag van de Olympische Spelen. Hij hoopte daarmee in een goed blaadje te komen bij Führer Hitler. Zo zou zijn Joodse achtergrond hem niet in de weg hoeven staan. Duizenden Hollanders zaten in die tijd aan de radio gekluisterd. En op de Deventer Brink stond het stampvol. Hollander kreeg een herinneringsmedaille van Hitler. Maar het mocht niet baten. Helaas overleed Hollander en het merendeel van zijn familie in 1943 in concentratiekamp Sobibor.